We zijn met een sleepslang combinatie, ben wij met twee kanonnen erop, zijn we de mais aan het regenen. Ja, we moeten toch wat doen. Niks doen leek ons nou op dit moment ook geen optie met de komende droogte. De mais van melkveebedrijf Ten Kate uit Koekangen wordt beregend. Om de beide 40 mm brengen wij erop. Waar halen wij het vandaan? Wij halen uit de sloten een stukje verderop, maar wij hebben hier, de sloten zijn op het moment droog. En wij kunnen niet zoveel water uit de bron halen ten opzichte van de capaciteit van de sleepslang. Het begon natuurlijk koud, ook wat droog, dus de mais had al een moeilijke start. En toen is de mais hier achter ons, is dit ook gescheurd grasland, ging heel goed. Maar ja, nu zie je wel, we zitten hier echt wel hoog en droog. Dus wij hebben wel last van de droogte. Wij kunnen langer volhouden op de nattigheid dan op de droogte. Drie trekkers zorgen voor de aanvoer van het water. Eén trekker pompt het water via de sleepslang. En één trekker zorgt voor de beregening. Het beregenen is op deze manier wel duur, maar niet beregenen is geen optie voor Ten Kate. Ik hoop dat we het niet weer hoeven te doen, maar ik ben er bang voor. Ik denk als het nou nog twee weken droog blijft, dat we eind van de week er doorheen gaan. Ja, dan kunnen we 120 meter breed sproeien. Ja, het is niet anders. Nee, jammer dat zo moet, maar ja, alles voor het goede doel.